allemaal. Deze maand gaat de Beta Break over de waterschappen en de waterschapsverkiezingen die toevallig, nou niet toevallig, vandaag zijn. Misschien wel de minst populaire verkiezingen van Nederland. Vandaag gaan we het hebben over de verschillende aspecten van deze verkiezingen. Onder andere wat zijn de waterschappen nou eigenlijk? De verschillende thema's die spelen in de waterschappen. En of de waterschappen nou echt nodig zijn. Om dat te bespreken hebben we vandaag 3 gasten uitgenodigd. Allereerst Anna Schutte. Zij is Future Planet Studies student hier aan de UvA. En zij heeft zich verkiesbaar gesteld voor de waterschappen bij de partij Water Natuurlijk. Daarnaast zit Erik Mostert. Hij is werkzaam aan de TU Delft. Op het gebied van de bestuurlijke aspecten van waterbeheer. En helemaal links zit meneer Piet Verdonkschot. Hij is professor aan de Universiteit van Wageningen, houdt zich bezig met zoetwaterecologie en is bijzonder hoogleraar hier aan de UvA voor de bevordering tussen de wetenschappen en de waterschappen. Ja, te beginnen met u, Erik Mostert. U bent onderzoeker naar bestuurlijke aspecten van de waterschappen. Heeft het lang geduurd voordat u doorhad wat de waterschappen eigenlijk precies doen? Ja, dan moet ik even teruggaan in mijn geheugen. Paar jaar, denk ik. Maar ik ben er onderhandeld wel uit wat ze doen. Hoe lang heeft dat geduurd? Nou, de details duren lang, maar een paar jaar misschien. Hangt er vanaf wanneer je begint natuurlijk te tellen. En Anna Schutte, jij bent FPS-student van deze faculteit. Ja. Hoe ben je bij de waterschap terechtgekomen? Nou, ik ben al een lange tijd actief voor GroenLinks. Ik heb daar in het bestuur van de jongerenorganisatie gezeten. En GroenLinks is een van de organisaties die Water Natuurlijk steunt. Doet niet zelf mee aan de verkiezingen. En via Future Plan Studies heb ik al veel geleerd over water. En via GroenLinks kwam ik erachter dat je je dan dus ook verkiesbaar kunt stellen voor Water Natuurlijk. Vandaar. Ja. En Piet Verdonkschot, u hebt hier een functie als bijzonder hoogleraar ter bevordering van de waterschappen. Kunt u uitleggen wat deze functie precies inhoudt en wat u doet? Dan hebben we de rest van het uur wel nodig, geloof ik. Maar in kort komt het erop neer dat ik een van de taken die ik meegekregen heb is om de wetenschap bij de waterschappen te brengen. Wat we zien in de laatste 15 jaar is dat het waterschapswezen allerlei maatregelen uitvoert omdat het vanuit Brussel moet. Er gaat heel veel geld in om. Alleen de maatregelen leveren erg weinig op. En het is nu mijn taak om te zorgen dat de kennis weer bij de waterschappen komt, zodat de kwaliteit van de waterschap in feite beter wordt. Oké, nou dank u wel. Nog even kort, als er vragen zijn aan het publiek, die mogen vooral gesteld worden. En u mag u daar melden, bij deze meneer. Oké, dan gaan we door op ons eerste thema. Het oudste democratisch orgaan ter wereld, hoe werkt het eigenlijk? Als je bijvoorbeeld hier fietst langs de Zuiderzeedijk, kom je allemaal paaltjes tegen van waterschapsgrenzen. En dat zijn er nogal wat. Ze symboliseren de lappendeken van waterschappen waar Nederland ooit verdeeld was. Meneer Mostert, kunt u misschien uitleggen hoe de waterschappen ooit ontstaan zijn? Ja, ze zijn ontstaan vanaf het jaar 1100. In eerste instantie om toezicht te houden op het beheer van de dijken en van de sloten. En later zijn ze ook steeds meer zelf gaan uitvoeren en daarvoor belastingen gaan heffen. En in 1953 hadden we er nog 2500. En nu hebben we er 23. En wat ze nu doen is, het zijn overheidsorganen op lokaal niveau. Ze beheren de polderwateren, de dijken, afvalwaterzuivering. En ze reguleren lozingen. En daarvoor heffen ze belastingen van de ingezetenen en van de grondeigenaren. En dat is het heel kort samengevat. En ze hebben een algemeen bestuur met een aantal vertegenwoordigers van de ingezetenen. En daarvoor kunnen we dan vandaag allemaal stemmen. Anna Schutte, wat voor mensen zitten er allemaal bij de waterschappen? Goeie vraag. Het is een beetje een monotoon gezelschap van vrij veel relatief oude mensen, weinig allochtonen. Weinig vrouwen, volgens mij ook. Ja, nou, in Amstelgooienvecht zijn er wel vrouwen, maar ook in de minderheid, inderdaad. Als ik verkozen zou worden, zou ik verreweg de jongste zijn, in ieder geval. Oké, je zou de gemiddelde leeftijd in ieder geval omlaag brengen. Ja. Dan is er ook nog zoiets in de waterschappen als geborgen zetels. Meneer Verdonkschot, kunt u uitleggen wat dat zijn?
Ja, de geborgen zetels zijn die zetels die eigenlijk bij voorbaat vastgelegd zijn dat die toegewezen zijn aan bepaalde belangenorganisaties. En dat zijn dan bebouwd, als ik het niet goed zeg, kan mijn buurman dat wel verbeteren. De bebouwde omgeving heeft een aantal zetels, de agrarische omgeving heeft een aantal zetels. En dan de recreatie en natuur hebben een beperkt aantal zetels. En hoe wordt besloten welke mensen deze zetels krijgen? De verkiezingen maken uit wie de zetels krijgen, maar de geborgen... Ja. Maar hoe wordt het bepaald wie een geborgen zetel krijgt? Oh, dat moet je aan mijn buurman vragen. Nou, dat is handig. Voor de landbouw is dat de Land- en Tuinbouworganisatie. Dat is een belangenorganisatie van de boeren. Voor gebouwd, het is bedrijfsgebouwd, zijn dat de Kamer van Koophandel die vertegenwoordigers aanwijst. En voor natuur, recreatie is ook een organisatie, het Boschap. En die wijst dan vertegenwoordigers aan. Dus daar zijn geen verkiezingen voor. Dat is alleen voor de ingezetenen, voor de grootste categorie. Oké, okay, en hoe zit dat dan met deze geborgen zetels en het dagelijkse bestuur? Die hebben ook een vertegenwoordiger, één of twee in het dagelijks bestuur. Dat zijn hoogheemraden. Oké, okay. Het hoofd van de waterschappen heet de dijkgraaf. Is een dijkgraaf zoiets als een minister-president? Of wat voor functie heeft de dijkgraaf? Dat is eigenlijk de burgemeester van het waterschap. Wordt ook aangesteld door de kroon, dus voor Willem-Alexander. Oké. Okay. Oh, er is al een vraag. Ja, dank u wel. Oh, mag ik hem niet zelf vasthouden? Ik heb eigenlijk een vrij fundamentele vraag. Ik weet niet echt aan wie ik hem het best kan stellen. Ik wilde het belang van het waterschap eigenlijk helemaal niet bagatelliseren. Sterker nog, ik vind het heel belangrijk. Maar een van de basisvoorwaarden van democratie is dat de mensen die de keuze maken... een geïnformeerde keuze maken. Ik heb mezelf best wel geprobeerd te verdiepen in het waterschap. Ik ken ook iemand die er werkt. En ik heb de kieswijze gedaan, maar ik ben eigenlijk tot de conclusie gekomen dat mij een vraag gesteld wordt over een onderwerp waar ik echt heel weinig van weet, maar waar ik er wel van doordrongen ben dat het heel belangrijk is. En mijn vraag is eigenlijk, bijvoorbeeld een van de vragen was, vindt u dat er meer dan één keer per jaar dijken gecontroleerd moeten worden, ook al kost dat meer geld? Ik weet niet, wat is zo'n controle? Is het noodzakelijk? Wat kost dat? Wat is het belang? Wat is baat erbij? En mijn vraag is eigenlijk, wat vindt u van de democratie in zo'n belangrijk iets als de mensen die erover stemmen, zelfs als ze hun best niet doen, eigenlijk bijna onmogelijk hier genoeg over kunnen weten? Ja, van wie wil je het antwoord horen? Ja. Wie het beste antwoord kan geven? Oh, er wordt naar mij gekeken. We gaan het rijtje wel af. Ik ben toch voorstander van deze democratie. En dat is eigenlijk vooral omdat we er ook allemaal belastinggeld aan betalen. En natuurlijk, een geïnformeerde keuze is het ideale scenario. En het zou heel fijn zijn als iedereen die kan maken. Maar er zijn hoe dan ook burgers betrokken bij dit beleid. Het is ons geld wat daarin omgaat. En dan is het ook belangrijk dat wij een enige invloed kunnen uitoefenen op hoe dat gebeurt. Ja, dat is... Wij hebben als laatste thema democratie versus technocratie onderdeel. Dus we stellen deze vraag nog even uit naar het einde, als je dit erg vindt. Ja, ik ga je niet de hele tijd zitten wachten. Maar... Ja, gelukkig wordt het opgenomen. Maar deze discussie zetten we uitgebreid voort aan het einde, nadat we hier wat dieper op in zijn gegaan over wat de waterschappen eigenlijk doen. Ik had nog een vraagje voor jou, Anna. Hoe kom je eigenlijk in de waterschappen? Is er een soort van voorkennis vereist over water? Of hoe bepaal je dat je verkiesbaar wordt? Nou ja, dat gaat eigenlijk zoals het bij elke democratische verkiezing gaat. Zeker nu er gewoon een partijenstelsel is. Je stelt je kandidaat bij een bepaalde partij waar je lid van bent. Er is een kandidatencommissie van die partij die beoordeelt of je geschikt bent. En zo ja, dan kom je op een bepaalde plek op de lijst. En het is dus eigenlijk per partij afhankelijk ook van wat zij als criteria stellen. En natuurlijk is een zekere deskundigheid, zeker voor zo'n specifiek thema als het water, is wel vereist en wel heel handig. Maar je hoeft niet al jarenlang professional te zijn in dat gebied of zo. Je bent gewoon een burger die zich verkiesbaar stelt. Oké. Meneer Verdonschok, hoe ziet de standaard waterschappen eruit? Wat voor voorkennis heeft die? De standaard waterschapsmedewerker of de standaard bestuurder? Bestuurder. De bestuurder. Dat is een hele moeilijke vraag. Omdat de bestuurders nogal verschillend zijn van achtergrond. Er zijn bestuurders met een... behoorlijk aquatische, ecologische of technologische achtergrond. En daar hebben we heel veel aan. En er zijn heel veel bestuurders die komen uit oude politieke organen, omdat die ook nog een baantje moeten. Daar hebben we niet zo heel veel aan. En dan heb je nog een aantal bestuurders die echt voor een belang er zitten.
En daar speelt het spel zich dan af. Want het is in feite gewoon een soort verdeling van belangen zoals het in tussen elke politieke partijgroeperingen gaat. Maar u zegt dat het wel echt een politieke partij is, het gesprek is, maar op de site van Water Natuurlijk staat dat Water Natuurlijk eigenlijk geen politieke partij is. Ja, dat is een beetje, ik ben het daar niet geheel mee eens. We zijn geen traditionele politieke partij in de zin dat we in geen enkel ander bestuursorgaan meedoen. Dus in die zin, we zijn niet verkiesbaar voor de Tweede Kamer, voor de gemeenteraad, voor de provincie. Maar we zijn wel een partij, een waterschapspartij. En omdat het waterschap een politiek orgaan is, vind ik ook dat we ons wel een politieke partij kunnen noemen. Oké. Jij staat zelf 10e op de lijst. Ja, hoe groot is de kans, denk je, dat je verkiesbaar, dat je verkozen wordt? Klein. Dat hangt af van of jullie hier allemaal op mij gaan stemmen. Water Natuurlijk heeft nu 5 zetels. We hopen wel op iets winst, maar 10, dat is dan hooguit een opvolgplek. Dus mijn enige kans eigenlijk is heel veel voorkeurstemmen. Oké, nou dankjewel. Ik denk dat we nu doorgaan naar het volgende stukje. Ja, we gaan het hebben over een aantal thema's waar de waterschappen mee bezighouden. Een soort van kerntaak van de waterschappen. De eerste waar we mee gaan hebben is de waterkwaliteit. Piet Verdonschot, Nederland loopt ver achter op de rest van Europa. Hoe kan het rijkste land van Europa dit overkomen? Een van de rijkste landen. Hoe kan het overkomen? Ja, we hebben een hele lange historie en we zijn heel trots op onze waterbeheer. Alleen als je dan dus naar de echte score in Europa kijkt, dan staan we echt op de tweede laatste plaats. Dus de waterkwaliteit in Nederland is behoorlijk erbarmelijk. De oorzaken daarvan is natuurlijk ten eerste de hele hoge bevolkingsdichtheid, de intensieve agrarische gebruiksvoering en toch dat we ons erg lang bezig gehouden hebben met zuiveringsinstallaties bouwen, zuiveringsinstallaties verbeteren en dan nog een keer verbeteren en nog meer verbeteren, waardoor we wel een behoorlijke hoeveelheid chemische belasting hebben teruggedracht. En dan moet je denken aan fosfaat, stikstof en redelijkerwijs wat toxische stoffen. Maar waar we niet aan gedaan hebben is aan alle andere factoren die belangrijk zijn voor de waterkwaliteit. Want waterkwaliteit is niet zoiets als een vieze chemisch, maar is zoiets als ecologisch tegenwoordig. Brussel heeft in 2000 bepaald dat waterkwaliteit wordt beoordeeld op basis van de organismen die in de oppervlaktewateren leven. En die organismen die kunnen niet alleen leven in schoon water, maar die hebben ook structuren nodig. Dus de vorm van die wateren doet er heel veel toe. De waterplantengroei die zich kan ontwikkelen of hoe beken kronkelen door het landschap. Dus er zijn veel meer factoren dan waar wij aan gewerkt hebben. We hebben eigenlijk aan een heel klein stukje gewerkt en een groot deel hebben we gewoon nagelaten. Integendeel, we hebben zelfs heel veel water een beetje vernacheld. Waardoor de kwaliteit erg slecht is en daarom staan we ook tweede laatste. Anna, welke maatregelen? Oh. Misschien kan ik dat nog even aanvullen met wat meer politiek-bestuurlijke invalshoek. Zeker in het verleden was de agrarische sector heel goed georganiseerd. Ze hadden de meerderheid in de waterschappen. Dat is nu niet meer zo, maar ze hebben wel de geboortezetels. Dus niet alleen was de landbouw heel intensief, ze waren ook goed vertegenwoordigd in het bestuur. En dat maakt het moeilijker voor Nederland bijvoorbeeld om strikter te worden met het mestbeleid. Dat is één reden. En als je kijkt naar de afgelopen 10 jaar is eerst de prioriteit voor milieu naar beneden gegaan. En nu zitten we met financiële problemen. Het is in de praktijk nog steeds een lagere prioriteit. En ja, en dat alles bij elkaar leidt er dan toe dat we hier mindere kwaliteit hebben dan in Noord-Zweden, waar heel extensieve landbouw is en waar ze misschien wat meer aan milieu hechten. Ja, bent u het daarmee eens, meneer Verdonschot? Nee, ik ben het er wel mee eens. Ten eerste, behalve 2 puntjes. 1 puntje is, we lijken politiek keurig verdeeld te zijn in bebouwd en niet bebouwd. Maar de agrariërs zijn zo goed georganiseerd in ons land, zeker in het oosten en het zuiden van het land, dat ze ook de burgerzetels, dus alle bebouwde zetels, in handen hebben, omdat ze dat politiek heel slim spelen en daardoor op 2 partijen tegelijk werden. Dus dat maakt het heel moeilijk voor andere belangen om binnen die waterschapswereld ook voldoende zeggenschaps te krijgen. Zo democratisch zijn ze dus niet. En het tweede probleem is een beetje, als we bijvoorbeeld naar onze oosterburen kijken in Duitsland, dan wordt daar toch wel in veel bredere zin naar de waterkwaliteit gekeken dan wij in Nederland doen. Ik denk dat we de waterkwaliteit in Nederland toch een beetje onderschat hebben. Dat dat een moeilijker probleem is dan men doet voorkomen. Anne, heb jij hier in Amstelgooi en Vechtenland, heb jij er ook last van de boerensector?
houden nou, jou zich, tegen? In onze regio valt het redelijk mee. De boeren hebben bij ons niet de meerderheid. Gewoon ook omdat ze in aantallen in onze regio niet de meerderheid hebben. Want we hebben gewoon de grote stad Amsterdam. Dat levert wel weer nieuwe problemen op. Want de verstedelijke regio leeft ook heel veel druk op het water. Maar de boeren hebben bij ons 3 geborgde zetels. En nou ja, het CDA kan denk ik het beste beschouwd worden als de boerenpartij van de democratisch gekozen zetels. En daar hebben ze ook 3 zetels. Dus dat is 6 op een totaal van 30. Dat valt redelijk mee. En welke concrete maatregelen stelt water natuurlijk voor? Wij zijn denk ik, onze focus ligt toch nog steeds wel heel erg bij het voorkomen van vervuiling. Dus niet zorgen dat je de vervuiling moet gaan oplossen, maar echt bij de bron aanpakken. Gewoon zorgen dat boerenbedrijven erfafspoeling van meststoffen kunnen voorkomen. Dat kassen een eigen zuivering moeten hebben voordat ze hun water lozen. En daarnaast ook natuurlijk de structuren, dat je dijken, je kunt dijken op verschillende manieren aanleggen. Gewoon zo dat je het water buiten de deur houdt. Of dat het ook nog een beetje een natuurlijke waarde heeft. Dus dat is wel ook iets waar wij op inzetten. Meneer Verdonkschot, denkt u dat dit een goede manier is om waterkwaliteit aan te pakken? Als je naar de waterkwaliteit zelf kijkt en probeert de problemen in ieder geval in chemische zin aan de bron aan te pakken, dan lijkt me dat een hele goede manier. Alleen dan zit je ook meteen met een mestbeleid of met een depositiebeleid. Dus zit je heel sterk tegen allerlei Europese regelgevingen aan en een complexiteit van een probleem die niet alleen rondom het Amsterdamse opgelost moet worden, maar in het hele land. En daarmee vertaal je eigenlijk meteen, als je echt causaal oplossen wil, en wat moet je ook doen denk ik, dat je dan wel brongericht moet werken, maar dan moet je ook meteen een grote schaalvergroting doorvoeren. Dus maatregelen kun je niet dan op een waterschapsniveau nemen. Die moet je op nationaal niveau of zelfs op Europees niveau nemen. In verband met allerlei concurrenties tussen landbouw. En is dat mogelijk op de manier dat de waterschappen momenteel geregeld zijn? Niet vanuit waterschappen. Ik denk dat dat vanuit de nationale overheid en het Europese parlement zou moeten. En ik denk dat de waterschappen daar wel invloed op zouden kunnen oefenen. En ik denk ook dat de waterschappen daar veel te weinig invloed op uitoefenen. Waterschappen zijn nogal sterk naar zichzelf kijkend. Zijn erg bezig met hun eigen gebiedje. En hebben nog niet de cultuur om ook over hun grenzen te kijken en te gaan interacteren met het nationale of met het Europese. En een van de bijrollen die ik heb is toch te stimuleren dat kijken naar buiten veel belangrijker wordt. Is inderdaad een probleem in de rurale gebieden, de boerengebieden. Is er besef bij de boer eigenlijk wel dat de waterkwaliteit omhoog moet? Leeft dat daar? Besef? Ja, dat besef is zeker aanwezig. Iedereen denkt dat boeren dan negatief zijn en zo. Ik denk niet dat dat zo is. Het zijn gewoon ondernemers die een inkomen willen verwerven. En als wij in staat zijn om ze die technologieën en die kennis te leveren, dat ze dat inkomen kunnen verwerven, ook al is het op natte gronden of onder hogere nutriëntengehaltes, dan zullen ze daar meteen voor zijn. Meneer Mostert, ik keek een beetje twijfelachtig daarbij. Ja, misschien dat ik dat gewoon wel vaker doe. Maar het toont wel aan, de problematiek van de waterkwaliteit, dat het waterschap niet alles kan doen. Maar waarom ik misschien twijfelachtig keek, omdat ik misschien toch het puntje wou maken, en dat maak ik nu dan maar, dat het waterschap ook nog wel iets kan doen. Dus het is niet zwart-wit. Waterschap kan op nationaal Europees niveau niet veel doen. Maar het maakt wel wat uit of je, om toch maar wat politieke partijennamen te noemen, of je Partij voor de Dieren of het CDA in het waterschapsbestuur hebt als meerderheid. Dan zie je toch nog wel wat verschillen in wat de waterschappen doen. Maar moeten die nationale richtlijnen niet sterker dan? Om zeg maar te zorgen dat die partijen sowieso dat in een pakket gaan hebben. Ook al ben je misschien een VVD en hoef je niet zoveel waterkwaliteit. Vind je niet zo belangrijk? Maar dan weet ik niet. Ja, dan weet ik. Dan, uiteindelijk zou je dan de waterschappen kunnen opheffen als bestuur. Als je alles in nationaal wilt gaan bepalen. Dus ik weet niet of we die kant uit moeten. Want als je alles nationaal regelt, dan kan je ook moeilijke rekening houden met lokale verschillen, verschillende lokale voorkeuren bijvoorbeeld. Ben je het hier mee eens, Anna, zo te zien? Ja, zeker. Ik was wel even bang dat het eindigde bij het pleiten voor waterschappen opheffen. Maar gelukkig zei je er nog wat achteraan. Die discussie gaan we zo meteen nog wel aan, hoor. Ja, precies. Nee, dus daar ben ik het zeker mee eens. Ik wil ook nog wel even opmerken dat de waterkwaliteit in onze regio wel heel erg vooruit is gegaan de afgelopen jaren.
onze lijsttrekker heeft bijvoorbeeld een paar dagen geleden een glas water uit een Amsterdamse gracht gedronken. Om te laten zien dat dat tegenwoordig kan. Het grachtenwater is veel schoner geworden. Niet echt iets om aan te raden om nou dagelijks te gaan doen. Maar het kan. Er wordt ook weer gezwommen in de grachten. Dus er is zeker wel vooruitgang. Dus wat dat betreft kunnen we denk ik wel trots zijn op wat het waterschap wel kan bereiken. Ik wil daar wel een kanttekening bij plaatsen. Ik ben het daar in dit geheel niet mee eens. Ik denk dat de waterkwaliteit fysisch, chemisch, de fosfaten zijn wat lager, stikstof is wat lager geworden, er zitten wat minder toxische stoffen in, maar daarmee is de waterkwaliteit nog niet goed. De algenbloeien en de extreme groei van bepaalde plantensoorten is nog steeds heel heftig. En wat dat betreft, zolang... Kijk, in de biologie is het zo, als je niet beneden bepaalde grenzen komt, dan blijf je in een verstoord systeem zitten en je zult toch... Beneden die grenzen moeten komen, wil je systeem verbeteren. En die systeemverbetering willen we echt bereiken. En dan moet er echt nog veel meer gedaan worden. Okay. Ja, sluit ik me bij aan. We zijn ook nog lang niet klaar, maar we zien wel verbetering. Ja, daarop inhakend. We hadden een vraag gekregen vooraf. Vroeg ons af, drinkt u water uit de kraan of uit flesjes? Ik altijd uit de kraan in ieder geval. Okay. En uit mijn eigen fles waar dan dus kraanwater in zit. Ik ook uit de kraan. Dat wordt veel beter gecontroleerd dan mineraalwater. En het is vaak ook nog minder zout. En het is beter voor het milieu en het is veel goedkoper. Okay. Dus wat wil je nog meer? En u? Ja, ik ben het geheel. Nee, kraanwater natuurlijk. Iedereen die een flesje water koopt, koopt gewoon kraanwater. Alleen zit het in een flesje. Ah, oké. Dank u wel. Dan gaan we nu door naar het volgende onderdeel van wat doen de waterschappen. Mochten er nog vragen zijn, stel ze vooral. Ja, we gaan het hebben over waterveiligheid. Want ja, Nederland, waterland, we hebben last van rivieren, we hebben last van de zee. Dat komt allemaal samen hier in Nederland. Dat is een heel belangrijk thema dus voor de waterschappen. Hoe veilig zijn we hier in Nederland, Anna? Ja, ik denk dat wij relatief heel veilig zijn. Zeker als je bekijkt hoeveel druk er wel op Nederland staat. Je kunt risico's nooit volledig uitsluiten, maar er is een beleid dat... de kans op overlijden door verdrinking moet in Nederland 1 op 100.000 per jaar zijn. Dat is een redelijk kleine kans. En ja, kijk, zeker in een land als het onze dat onder de zeespiegel ligt, kun je gewoon niet uitsluiten dat er ooit wat gebeurt. Maar in ieder geval in onze regio zijn de dijken op orde en denk dat we er redelijk goed voor staan. En de waterschappen zijn in principe niet verantwoordelijk voor het aanleggen van de dijk. Wat doen ze wel? Het onderhoud. Op de dijken. Ja, ze zijn ook verantwoordelijk voor het aanleggen, maar een groot deel van de financiering komt van de nationale overheid. Maar dat is toch 50-50? Dan zijn ze er nog wel. Ja, het is een beetje een ingewikkeld verhaal. 10% betaalt het waterschap zelf. 90% krijgen ze van de Rijksoverheid. Maar 40% van die 90%, of 4/9, dat is net iets meer, want dat kunnen jullie beter uitrekenen dan ik. Dat dragen de waterschappen gemeenschappelijk bij aan het nationaal budget. Dus een beetje 10% waterschap, 40% sigaar uit eigen doos en 50% uit de algemene middelen. We leven hier in de Randstad met een dijkring van 1 op de 10.000 jaar kans op overstroming. Mm. Hoe wordt zoiets bepaald? Nou, het is eens in de 10.000 jaar kans dat het waterstand hoger wordt dan de dijk. Kans op overstroming is ietsje meer. Ja, hoe dat bepaald wordt, ja, ik kom wel uit Delft, maar dan had ik eigenlijk een collega mee moeten nemen. Door ingenieurs. Okay, maar dus niet bij het waterschap, waar wordt dat bepaald? Elke 6 jaar moet de waterschap de toestand van de eigen dijken controleren. Volgens nationale richtlijnen. Dat wordt dan gerapporteerd aan de Rijkswaterstaat. En wat was je vraag ook alweer? We waren even afgeleid. Maar we of de waterschappen dat doen. Ja. Ja, die doen het, maar niet in een eentje. Want de Rijkswaterstaat is erbij betrokken. En er is een adviescommissie waterkeringen. Of die heet weer anders. En die hebben richtlijnen die gevolgd moeten worden. En er wordt natuurlijk consultants ingehuurd vaak om dat te doen. Oké, we hebben over een onderwerp dat wij heel erg interessant vonden. Namelijk het dijkdoorbraak bij Wilnis. Ja. Een tijdje terug in Nederland was een dijkdoorbraak van een veendijk. En wij waren benieuwd of er eigenlijk consequenties waren voor de politici die destijds waterschapper waren. Hebben die moeten aftreden vanwege dit drama? Het is eigenlijk toch wel een falen van de waterschappen, kan je het noemen. Nou, ze hoefden niet af te treden. En falen van de waterschappen, er zijn rechtszaken van gekomen. Want de gemeente had ook veel schade en die kreeg niet alles van het Rijk vergoed. Dus die gingen ze naar het waterschap toe, aansprakelijk stellen.
En de rechter heeft gezegd dat niemand had het kunnen weten dat zo'n veendijk kan doorbreken als het erg droog is. En omdat niemand het had kunnen weten, heeft het waterschap ook niet te weinig ertegen gedaan. Dus hoeven niet te betalen. Dat was juridische, dat zei de rechter erover. Zijn er vaker, is er vaker sprake dat de waterschappen falen op het gebied van veiligheid? Nou, ja, je kan natuurlijk naar 1953 kijken. Dat is weer een paar jaar terug natuurlijk. En de laatste keer dat er een veendijk doorgebroken was, dat was geloof ik bij Delfland. En dat was in 1906 of 1909 zoiets. Dus over het algemeen doen we het op waterveiligheid wel goed. Ja, ja? Je moet continu aandacht aan blijven besteden. Maar zeker als het vergelijkt met andere landen doen we het niet zo heel slecht. Nee. Is dat ook misschien een van de redenen dat de waterschappen relatief onbekend zijn? Juist omdat we het zo goed doen? Dat wou ik net gaan zeggen, inderdaad. Dat is eigenlijk, ja, dat is best wel jammer. Je doet het hartstikke goed. Je voert de taak waarvoor je bestaat heel goed uit. En daardoor weet eigenlijk niemand dat het gebeurt. En inderdaad, op het moment dat er dan ergens een dijk doorbreekt, dan is het logisch ook dat er veel aandacht is voor hoe heeft het waterschap dit gedaan. Maar op het moment dat het heel goed gaat, dan blijft het eigenlijk onopgemerkt. In Wilnis ging het dan niet zo goed eigenlijk. Maar we vroegen ons af of er dan democratische consequenties waren voor degene die in de verkiezingen, bijvoorbeeld zijn die partijen dan niet meer gekozen. En is dat niet een soort van gemis dan, als dat niet zo is? In de tijd van Wilnis was het nog een personenbestuur. Toen hadden we nog geen partijen die meededen aan de verkiezingen. En dat is vrij kort daarna is dat veranderd. Dus het is natuurlijk sowieso een heel ander systeem geweest. Ik weet, volgens mij, ja, ze zijn dus niet aansprakelijk gesteld. En volgens mij is er ook niemand afgetreden. Nou, ze zijn wel aansprakelijk gesteld, maar de rechter zei dat ze niet aansprakelijk waren. Dus dat zou je bedoelen, denk ik. Hè? Ja. Meneer Mostert, u heeft onder andere onderzoek gedaan naar de Flood Risk Communication. Hebben wij gelezen in de publicatielijst. Recentelijk is de Waterschap Rijnland heeft een mooie film uitgebracht. Waterkracht 21. Een enorm drama. En op het gebied van persoonlijke drama's. Voor de mensen die het niet weten, het is een heel mooi promotiefilmpje voor de waterschapsverkiezingen. Waarin de waterschot, wanneer een waternoodsramp wordt nagespeeld. Heel dramatisch allemaal. Het is heel erg angstaanjagend. En onder andere een andere verkiezingsleus was stemmen of zwemmen. Is dat nou effectief, dit soort angstinboezeming? Nou, dat zou ik niet helemaal weten. Het is wel een erge versimpeling van de vraag van wat moeten we met de waterschappen zo houden? Of kan dat overgaan naar de provincie of niet? Wat het ambtelijk apparaat doet, de taken van de waterschappen, die zijn heel belangrijk. Die worden over het algemeen goed uitgevoerd. Komt dat doordat we aparte verkiezingen hebben of niet? Ja, dan wordt vaak, je kan heel lang discussiëren daarover. Maar het is iets te simpel om te zeggen van waterbeheer is belangrijk. We hebben waterschappen, het gaat goed in Nederland. Dus 1 en 1 is 2. De film zelf, die ken ik trouwens niet. Dat is misschien... Hij is het aanraden het kijken waard. Ja, meneer Pieter Donschot, vindt u dat de waterschappen achteraan lopen op de feiten? Eigenlijk? Zijn ze wel eigenlijk met dijkvernieuwingen zo... Lopen ze met de wetenschap mee? Of lopen ze een beetje achter? Bij mijn introductie had ik al aangekondigd dat mijn taak was om de waterschap en de wetenschap wat dichter bij elkaar te brengen. Dus het antwoord is dan eenvoudig te raden. Ze lopen enigszins achter bij de kennis, ja. En hoe dat bij in dijkenland zit, kan ik niet beoordelen, want ik ben een aquatische ecoloog en zit in de waterkant. Maar vanuit de waterperspectieven gekeken, ja, lopen ze echt achter. Ziet eruit als u wel een goed idee heeft ervan? Nou ja, de dijkenkant dat doen we in Delft ook natuurlijk. En we werken nou samen met verschillende hoogheemmaatschappen om innovatieve projecten tot stand te komen. Er is een proefpolder om tijdelijke waterkeringen uit te testen. Er wordt geëxperimenteerd met DTS, glasvezelkabels. Als je dat signaal analyseert, kan je erachter komen waar je piping krijgt. Of waar iets misgaat, settingen in de dijk die je niet wilt hebben. Dus er gebeurt wel heel veel op dat gebied. Okay. Dan is het denk ik tijd om door te gaan naar het laatste thema over wat de waterschappen eigenlijk doen. Ja, zeker. We gaan het hebben over waterpeil, grondwaterbeheer. De waterschappen noemen zichzelf geen natuurbeheerders. Maar zijn ze dat eigenlijk wel een beetje stiekem wel eigenlijk, meneer Verdonschot? In de stemwijzer staat als volgt dat ze dus geen natuurbeheerders zijn. Maar ik denk dat ze Waterbeheerders zijn natuurlijk waterbeheerders. Alleen de vraag is dan... Wat zijn waterbeheerders dan? Wat zijn, precies. Waterbeheerders zijn beheerders van het water. Dus als zij
water beheren voor de verschillende functies die er in het landelijk gebied zijn, en die zijn er nogal wat, dan hebben ze in mijn visie in ieder geval de taak om elk van die functies gewillig te zijn. Dus ze zullen ook de functie natuur moeten ondersteunen. En in belangrijke mate, denk ik, want natuur is nogal afhankelijk in Nederland van water. En Anna, in jouw verkiezingsprogramma van Water Natuur komen wij de stelling tegen dat waterbeheer, waterpeilbeheer, moet natuurlijk zijn. Wat bedoelen ze daarmee? Nou, daar bedoelen we mee niet rigide vasthouden aan één pijl, wat flexibeler. En bovendien dus ook, wat je doet met waterbeheer heeft natuurlijk hele grote consequenties voor de natuur. En of je een hoog of een laag grondwaterpeil hebt, dat maakt nogal uit voor of er weidevogels leven, of het veen droog komt te staan en daardoor verder inzakt, of dat het een drassige grond is waar veel natuur kan ontstaan. Dus dat is wat wij zouden willen. En meneer Mostert, u heeft ook onderzoek gedaan naar de burgerparticipatieprojecten in Nederland en over heel de wereld eigenlijk. Mist Nederland burgerparticipatie op het gebied van ecologie, grondwaterbeheer en waterpeilen? Dat verschilt van gebied tot gebied. Nationaal is het beleid meestal, we betrekken wel de belangengroepen erbij, maar niet individuele burgers. Maar er zijn op waterschapsniveau zijn er voldoende contacten. Nou, de landbouwsector die zit in het waterschap zelf, dus dat zit meestal wel goed. Er worden keukentafelgesprekken gehouden. Maar de individuele burger, de vraag is ook, heeft die tijd om telkens op te komen draven? Die wordt soms wel een klein beetje vergeten, is mijn indruk. De waterschappen doen ook aan bekerstel, moerasherstel. Meneer Verdonschot, zijn ze hier effectief of eigenlijk niet? Nee, dan zat ik hier niet als ze effectief waren. Als we kijken naar de maatregelen die we de laatste 15 jaar genomen hebben in relatie tot de kaderrichtlijn water, dat is het Europese document waar heel Europa aan moet voldoen, dan zien we dat we in Nederland geen 5% aan succesvol herstel halen, terwijl we daar per jaar ongeveer 100 miljoen aan uitgeven. Dus we investeren heel veel aan herstelmaatregelen, maar we hebben relatief lage hoeveelheden successen. En dat heeft heel sterk te maken met wat ik daar straks ook al zei. We kijken naar problemen erg eenzijdig. Vaak lossen we één probleem op, terwijl het probleem door meerdere oorzaken veroorzaakt wordt. En als je de andere oorzaken niet wegneemt, dan los je het niet op. Daar zit ook net het kennishiaat bij de waterschappen. Ja, komt dit echt puur omdat er te weinig kennis is bij de waterschappen? Ja, dat is puur een kenniskwestie. Maar is dat niet, dat vind ik best wel kwalijk eigenlijk. Is er een reden waarom er zo weinig kennis is bij de waterschappen? Ja, het is een historisch gegroeide situatie, denk ik. Zoals de waterschappen alles historisch is gegroeid. Ze zijn natuurlijk lange tijd heel succesvol geweest. En in de periode waarin de kwaliteit opkwam, want de kwantiteit is heel goed geregeld, dus de veiligheid ook. Maar de kwaliteit is pas opgekomen toen rond de vorige eeuwwisseling, dus rond 1900, toen in de stedelijke gebieden de vissen doodgingen en het water zuurstoflozer werd door alle lozingen vanuit de huizen. En daarop zijn allerlei zuiveringsinstallaties gebouwd en daar zijn we mee doorgegaan tot in de 60er jaren van de vorige eeuw. En dat was allemaal heel succesvol, dus die slechte waterkwaliteit waar je ziek van werd of waar de vis van doodging of waar het water gewoon van stonk, dat hebben we ook keurig opgelost. En ik denk dat we in die succesroes de volgende decennia geleefd hebben. De waterschap onderneemt dus veel projecten. Wordt er eigenlijk wel goed gekeken wat het nou eigenlijk oplevert? Wordt dat gemonitord, wat het effect is van een project? Ja, er wordt heel veel gemonitord. Er wordt in ieder geval heel veel gemeten. En er wordt vooral gemeten voor wat gerapporteerd moet worden over wat de waterkwaliteit is. Dus wat de toestand is. En dat geldt ook voor grondwater en geldt ook voor waterkwantiteit. Alleen het echt maatregeleffect meten, dus we gaan ergens iets doen en dan gaan we ook meten of het effecten heeft, dat wordt veel minder gedaan. Het zijn altijd meer generieke metingen. Is dat een soort van rendementsdenken, meneer Mostert? Is dat een nationaal politiek ding? Of? Ja, het woord rendementsdenken is geloof ik erg populair in Amsterdam. Misschien het fenomeen wat minder. Of het rendement. Nou, als je denkt in termen van rendement, dan moet je juist wel onderzoek doen of maatregelen effectief zijn. En dat gebeurt ook wel, wordt ook wel onderzoek gedaan. Maar wat je ook wel eens ziet, is dat er heel veel nadruk ligt op innovatie, wat op zich goed is. En op nieuwe projecten en wat minder op testen van innovatie.
Maar het is niet, ik ben heel genuanceerd, het is niet zo zwart-wit. Maar rendementsdenken is denk ik niet het probleem in dit geval. En Anna, gaat het water natuurlijk wilt diervriendelijk beheer van allerlei verschillende dingen. Ja. Wat voor dingen kun je diervriendelijk doen met grondwater en diervriendelijk? Nou ja, je kunt in ieder geval zorgen dat je gemalen bijvoorbeeld vispasseerbaar zijn. Dus hè, dat je niet vissen vermaalt, maar dat er een passage is. En verder, ja, het grondwaterpeil, dat gaat dus echt vooral over beheer het op een flexibele manier, waardoor er natuur kan ontstaan en dus ook veel dieren kunnen leven. Ja. Voordat we doorgaan naar het laatste kopje, zijn er nog aspecten waar de waterschappen zich nou heel erg veel mee bezighouden die we nog hebben gemist hier? Weet niet. Of zijn dit wel de drie belangrijke punten van de waterschappen waar ze zich heel veel mee bezighouden? Nou, ik denk dat het dat bepaalde aspecten misschien nog niet zo aan bod zijn gekomen. Je doet natuurlijk waterberging, dat gebeurt veel in rurale gebieden. Maar het is wateropvang. Okay. En zorgen dat je niet overstroomt. Maar een heel belangrijk aspect is ook juist dat je dat in steden meer gaat doen. Dus dat je, er zijn veel projecten als Rainproof, dat je groene daken maakt. En dat je ook waterberging in steden hebt. Omdat dat juist de gebieden zijn die het grootste risico hebben op overstroming. Er zijn ook de grootste gevolgen van als er een overstroming is. En ze kunnen dat relatief moeilijk bergen, al dat water wat er kan vallen. Dus. Oh, grappig feitje nog. Onder andere Science Park is zo'n waterberging. Mocht de watergasmeer vollopen, dan worden wij eerst onder water gezet. Vandaar dat je, als je naar het station gaat, dan kan het station is eigenlijk een soort van sluis waarmee we onder water gezet kunnen worden. We hopen dat het nooit zo ver zal komen. Maar dan weten jullie wat er aan de hand is. Oh, misschien mag ik daar iets aan toevoegen, want ik denk dat als je aan de waterschapstaken denkt en aan wat er verbeterd zou moeten worden, heb je hier wel alle punten gehad. Maar het belangrijkste punt is nog niet gepasseerd, is namelijk dat die dingen allemaal met elkaar samenhangen. Dat de regen en het grondwater en het oppervlaktewater met elkaar samenhangt als een cyclus. En dat leren we allemaal op de lagere school al. Alleen als je dan naar de organisatie en de uitvoeringsvorm kijkt, dan zie je dat helemaal verknipt is. Dat die samenhang in het waterschap verloren is gegaan. En we zouden heel veel kunnen winnen als we die keten weer sluiten. Hoe ziet u dat voor zich? Dat enerzijds binnen de organisatie, dat de mensen die de verschillende aspecten doet, veiligheid, kwaliteit en innovatie in het stedelijke gebied met elkaar zouden gaan samenwerken. En anderzijds dat ook alles onder één dak komt, dat het grondwater en het oppervlaktewater in het geheel komt, ook het gemeentewater. Ja, en ik denk dat het ook heel belangrijk is en blijft goede samenwerking. Als je het hebt over het waterbeheer in de stad, dan verwerking van het regenwater. Dat is het waterschap. En perceeleigenaren. Riolering is dan, en de gemeente. Riolering is van de gemeente. Zuivering is van het waterschap. Sommigen zeggen dat is een argument om wat meer taken samen te voegen. En dan misschien maar de waterschappen op te heffen. Wat je er ook van vindt. Maar hoe je het ook doet. Samenwerking is denk ik toch de kern van de zaak. Intern moet je het op orde hebben natuurlijk. Je moet een brede blik hebben. Bereid zijn om samen te werken. En dan vooral elkaar opzoeken. De enige oplossing. Wij hebben een vraag uit het publiek, dus die komt er nu aan. Ja, bedankt. Meneer Verdonschot noemde het aantal organismen in het water al even als indicator voor de waterkwaliteit. En bij het vak Water Quality van Future Planet Studies hadden we een college over de terugkeer van de otter. Er zijn verschillende maatregelen genomen die vrij veel geld kosten en de focus ligt eigenlijk ook altijd op deze kosten. Zou het niet veel meer goodwill opleveren vanuit het publiek als er meer gefocust wordt op de baten of de voordelen van bijvoorbeeld de otter en dus de waterkwaliteit? En zouden dan de waterschappen niet veel hipper worden? En waarom moet de otter eigenlijk terug? Dat is een goede vraag. Ten eerste moeten we één misverstand uit de wereld helpen. De otter heeft niets met waterkwaliteit te maken. Dat is net zoiets als dat we een ijsvogel denken dat hij bij een beek hoort, terwijl hij gewoon in de stad vliegt bij een stadsvijver. Otters kunnen heel goed tegen slecht waterkwaliteit. Zijn alleen op een paar punten gevoelig. Dus otter terug is niet waterkwaliteit goed. En dat wordt wel in de media zo gebracht. Vergeet het maar. Als je echt de waterkwaliteit wil verbeteren, dan zijn het hele andere organismen die daar indicatief voor zijn. En daar wordt ook mee gemeten, dus de waterkwaliteit wordt ook uitgedrukt in die organismen. Het zou de waterschappen wel een stuk hipper maken. Als je in het oosten van het land gaat, dan gebruiken ze dat. Dan hangen ze ijsvogeltjes bij hun
borden waar ze werken uitvoeren. En je zou hier ook otters op kunnen hangen. Maar ik vind dat zelf een beetje misleiding voor het volk. Als je echt hipper wil worden, dan denk ik dat je veel meer moet gaan doen met wat... We hebben het net iets over gehad met de relatie tot de burgers. Wat in Engeland en in Amerika heel erg op gang is, is dat er allerlei burgerinitiatieven is waarin burgers zichzelf zo langzamerhand eigenaar voelen van hun water in hun achtertuin. Dat zijn soort vrienden van de beek of de sloot of de gracht, die echt verantwoordelijkheden dragen. En dan zie je dat de kwaliteitseisen ineens veel groter worden, zelfs meer dan het waterschap zou willen. Dus in plaats van een soort reactieve opstelling waarin we als waterschap, het waterschap naar de burger toe gaat en gesprekken voert aan de keukentafel, zouden de burgers veel meer naar het waterschap moeten gaan en zeggen, wij willen dit en dit bereiken. Als je die omslag zou maken, zou je een veel grotere slag maken en dan maak je het vanzelf hip. Als het überhaupt hip moet worden. Maar, beantwoord je dat? Ja, Anna, heb jij nog iets over de otter? Want de otter is natuurlijk wel het logo van water natuurlijk, hè? Ja, klopt. Ja, de otter vinden wij natuurlijk heel leuk. En wij hebben daar ook wel een beetje campagne op gevoerd dat we die terug willen hebben, natuurlijk. En waarom dan, is de grote vraag. Omdat hij gewoon zo lief is. Zo simpel is het. Ja, dus jullie gebruiken de otter eigenlijk wel gewoon als hip middel om ja, water onder aandacht. Ja, het is ook wel wat wij proberen. Hè, focussen op de baten van goede waterkwaliteit. En de otter is daar dan misschien niet het beste voorbeeld van, maar misschien wel een van de meest aansprekende voorbeelden. We proberen dat dus ook te laten zien door campagne te voeren op hoe relatief goed de waterkwaliteit in onze grachten nu is. En voor ons is recreatie heel belangrijk. En dat is denk ik een van de dingen waarmee je wel echt een verbinding met de burger kunt maken. Dat je zwemwater blauwalgvrij is. Daar hebben gewoon normale burgers belang bij, zeg maar. Dus dat is onze poging, denk ik, daartoe. Okay. Dank u wel. Dan willen we nu graag beginnen met het laatste gedeelte. Technocratie versus democratie. En dat willen we graag doen aan de hand van een stelling. Democratische waterschappen zijn overbodig en eigenlijk zelfs contraproductief. Met kennis van zaken kan dit allemaal door een hogere overheid geregeld worden. Ik wil graag het woord als eerste geven aan Erik Mostert. Hoe worden de waterschappen in andere landen geregeld? Nou, in veel andere landen zijn helemaal geen waterschappen. En als ze er zijn, dan doen ze alleen maar beheer en onderhoud van sloten of gemalen. En niks over zuivering of regulering van het gebruik der anderen. Maar hoe het waterbeheer daar regionaal en lokaal geregeld is. Ja, in Engeland is het een soort Rijkswaterstaat die heel veel doet. In Zweden zijn het de gemeentes. Dus het is vaak het algemeen bestuur die het doet. Of een agentschap waar dan geen verkiezingen voor zijn. Maar die onder verantwoordelijkheid vallen van de minister. Dus dat zijn een paar andere opties die in het buitenland gebruikt worden. Anna, waarom denk je dat het dan wel zo belangrijk is dat de waterschappen democratisch geregeld zijn? Nou, sowieso denk ik dat je Nederland niet heel goed kunt vergelijken met het buitenland op dit punt. Omdat er heel veel water is. Er is veel dreiging ook van overstromende rivieren, zeespiegelstijging. En we zijn het afvoerputje van Europa. Dus we hebben wel een wat andere positie dan veel andere landen. En ja, ik denk, er spelen gewoon wel degelijk tegengestelde belangen in een waterschap. En we betalen er geld voor. Dus dan vind ik het ook niet meer dan logisch dat in een land waarin we democratie hebben, we ook op dit punt democratie hebben. Het is ook een onderdeel van de controle van de burger. Want de burger betaalt geld, dus wij moeten ook controleren wat de waterschappen doen. Maar gebeurt dat dan ook? Nou ja, het idee is dat door deze verkiezingen jullie een bestuur aanstellen dat controleert wat de waterschappen doen, zeg maar. Maar ik geef toe, er is vrij weinig betrokkenheid bij het onderwerp. Dus actieve controle van de burger, die is vrij matig. Dat is jammer. Ja, ik ben het eigenlijk niet eens met de stelling, maar ook niet met de tegenstelling. Het waterbeheer moet democratisch gelegitimeerd worden. Er wordt geld aan besteed, daar heb je kennis voor nodig. Maar het gaat ook om belangenafwegingen. Dus dat moet democratisch gecontroleerd worden. De vraag is dan, hoe doe je dat? Doe je dat via verkiezingen? Ja, zoals we nu doen. Dus ik suggereer dat iedereen moet gaan stemmen, want we hebben nu eenmaal verkiezingen, het maakt nog wel iets uit. Er waren altijd maar maximaal 25% mensen die opkwamen dagen. Het zal nu ietsje meer zijn, omdat mensen toch al komen voor de Provinciale Staten. Dat is één optie. Een andere optie is,
laat die verantwoording via een andere, op een andere manier verlopen. Via de provinciale staten of via gemeentelijke intergemeentelijke samenwerkingsverbanden. Hè. Dan allemaal wethouders laat je dan het bestuur vormen. Er zijn heel veel meer opties, behalve de waterschappen. Ik weet dat ik me met een paar mensen niet populair maak. Maar het is een discussie die jaar in, jaar uit, of elke 5 jaar komt die weer terug. En ja, de oplossing is uiteindelijk ook weer politiek. Meneer Verdonkselt, denkt u dat getrapte verkiezingen bevorderlijk zou zijn voor de kennis bij de waterschappen? De getrapte verkiezingen, dat weet ik niet. Ik ben niet zo heel erg voor verkiezingen bij waterschappen, want ik denk dat de waterschappen, en ik wil daar een vergelijking trekken met het Limburgse. Op een gegeven moment heeft men daar het waterschap en het zuiveringsdeel van het waterschap elkaar. Ze hebben het zuiveringsdeel afgescheiden van de beide waterschappen die ze hadden. En er is nu een waterbeheerbedrijf wat de zuivering verzorgt. Een heel technologische instelling die wel onder de waterschappen, 2 waterschappen valt, maar onafhankelijk daarvan is. En als je nu kijkt naar de innovatieniveau van de verschillende zuiveringstakken van de waterschappen versus dat waterbedrijf, dan doen ze het in Limburg een stuk beter dan in de rest van het land. Dus er is iets voor te zeggen dat die technologische afscheiding ook tot positieve effecten kan leiden. Maar het is, zoals mijn buurman ook zegt, het is een beetje afhankelijk van hoe je dat inricht. En in principe hebben waterschappen helemaal geen bestuur nodig, want die hebben al een bestuur. De provincie, die is namelijk verantwoordelijk voor het waterbeleid. En dan hebben we de nationale regering en al die dingen kiezen we al. Dus een waterschapsbedrijf is een technologische instelling. De veiligheid, de waterkwaliteit zijn allemaal technische dingen. En wat ik nu meemaak met de waterkwaliteit is toch dat vaak besturen hinderlijk zijn voor het oplossen van echte problemen. Dus ik ben niet zo erg, ik ben wel erg voor deze stelling. Alleen ook een beetje het zwart-wit te maken, maar ook wel omdat ik denk dat het in de laatste 10 jaar of 15 jaar niet bevorderlijk gewerkt heeft voor de snelheid waarmee de verbeteringen zijn doorgevoerd. Ja, ik ben het hier toch wel erg mee oneens. Zeker als je zegt dat een oplossing dan zou zijn om de verantwoordelijkheid bij de provincie te leggen en deze laag ertussenuit te halen. Want we hebben het er net juist over gehad dat er een gebrek aan kennis is in de waterschappen. En ik denk dat dat gebrek alleen maar toeneemt als je het neerlegt bij de provincie. Want bij de provincie spelen een heleboel andere thema's. Mensen stellen daar, partijen stellen daar geen lijsten vast met in hun achterhoofd dat er ook op hoge plekken minstens een paar mensen deskundig op watergebied moeten zijn. Dus ik denk dat er alleen maar deskundigheid komt te vervallen. En dat zou ik heel erg zonde vinden. En bovendien wil ik ook nog even zeggen, het grote voordeel van zo'n aparte bestuurslaag is dat de budgetten niet concurreren. Je hebt geen andere uitgavenposten die geld zouden kunnen afsnoepen van het waterschap. En omdat water zo'n ontzettend belangrijk thema is in Nederland, vind ik het ook heel terecht dat we daar een apart budget voor beheren. Dat het vaststaat. Ja, hier in Amsterdam is er Waternet, dat is het uitvoerend apparaat. En het Hoogheemmaatschap, dat is het bestuur. Dus de kennis zit voor een groot deel ook wel bij het bestuur, maar ook in het ambtelijk apparaat. Dus wat zou er veranderen als Waternet aangestuurd zou gaan worden vanuit de provincie? Anna? Ik denk dat er dan dus in de aansturing kennis ontbreekt en dat het dan meer echt een technocratisch verhaal wordt. Dat je het overlaat aan de mensen met de technische kennis. En dat vind ik ook weer niet te verantwoorden, want er spelen wel degelijk verschillende belangen. Maar de provinciale bestuurders zijn toch ook gekozen? Ja, zeker. Maar ik denk dat het waterschap echt het beste van de 2 vormen is. Het is heel specialistisch. Dus ik vind het logisch dat je daar specialistische mensen voor aanstelt. Ook voor het bestuur. Maar het is tegelijkertijd toch ook politiek. En het waterschap is daar de middenweg van. Maar worden er echt specialistische mensen aangesteld? Dat is een beetje de grote vraag dan. Nou ja, ik kan natuurlijk alleen maar voor mijn partij spreken. En het is misschien wel zo dat sinds er ook echte politieke partijen zeg maar meedoen aan de verkiezingen, dat er ook meer mensen kandidaat zijn die niet speciaal heel specialist zijn opgeleid. Maar op mijn lijst, onze lijsttrekker is een toxicoloog en sportvisser. Nou ja, die weet heel veel van water, waterkwaliteit en het leven in water. We hebben heel veel mensen die al heel lang zich heel actief hebben ingezet voor het verbeteren van waterbeleid. Dus, ja. Dan tussendoor hebben we een vraag uit het publiek. Ja, mijn vraag van net is niet helemaal beantwoord. De heer Mossert heeft net wel een klein beetje het gras voor mijn voeten weggemaaid.
Maar als ik de heer Verdonschot hoor zeggen dat er een historisch gegroeid gebrek aan kennis bij het waterschap is waar ik voor moet gaan over waterkwaliteit, vind ik dat eigenlijk best wel schrikbarend. Maar de vraag aan mevrouw Schutte, laten we elkaar formeel aanspreken, is, je hebt het de hele tijd over dat als het gekozen wordt waterschap, dat er dan meer kennis daar is. Daarmee suggereer je ook dat de mensen die hierover stemmen ook daadwerkelijk een keuze maken op die kennis. Terwijl het probleem, en dat is denk ik wat de heer Mossel ook een beetje bedoelt, is dat wanneer wij die keuze maken voor iemand uit de provincie en die sturen de mensen aan van het waterschap, dat er dan misschien wel veel gewogenere keuze wordt gemaakt over wie er het waterschap gaan besturen. Want als ik nu, en dat bleek uit een peiling weer, las ik in de krant, mensen die stemmen voor het waterschap stemmen niet zozeer voor wat zij vinden over het waterschap, maar dat is vaak veel meer een keuze doorgetrokken vanuit de landelijke overtuiging. Als je kijkt naar de provinciale verkiezingen, ik ben lid van D66, mij werd aangeraden water natuurlijk te stemmen. Ja. Ik heb het toen ook maar braaf gedaan. Maar weet ik nou zoveel over water, ja of nee? Ik denk dat het fundamentele probleem hier is, weten wij als mensen, wij zijn dan nog hoog opgeleiden, zijn wij wel de aangewezen personen om deze belangrijke keuze te maken? Dankjewel. Ja, dat is een lastige vraag, maar ik denk, we leven in een democratie, dus als wij het niet zijn, wie dan wel? Wat? Ja, goed, daar wil ik wel op antwoorden. Dat zegt u net zelf ook, mensen met kennis. En ik denk dat we vast kunnen stellen dat wij geen kennis hebben. Dus is het dan niet veel verstandiger om mensen, dus bijvoorbeeld hoge ambtenaren, technologen, technocraat, die hier wel verstand van hebben, die dan weer vanuit een door ons gekozen, die met een mandaat voor ons, dat zij hier verder in gaan. Kijk, ik heb het antwoord ook niet, maar ik stel de vraag. Ik denk dat voor bijna alle democratische thema's geldt wel dat de gewone burger niet alle kennis heeft. Dat is ook heel logisch. Maar in principe stem je in een democratie op mensen waarvan je denkt, die vertegenwoordigen een globaal beeld wat bij mij past, waar ik voor ben, en die mensen hebben de kennis wel. En ik denk dat het ook weer niet zo moeilijk is om je voor een waterschap een beeld te vormen van wat wil ik? Wil ik zo sober mogelijk de taken uitvoeren zoals de VVD wil, zo goedkoop mogelijk? Of wil ik kansen voor natuur en duurzame ontwikkeling? Nou, dan kom je in onze hoek uit. Dus ja, ik denk dat een heel logische constructie is, zoals het eigenlijk ook bij de provincie gaat. Want hoeveel weten wij nou echt over wat een provincie precies doet? Je stemt op de partij waarvan je denkt dat die jouw algemene voorkeur zal vertegenwoordigen. Meneer Wolstert. Ja, de vraag bij verkiezingen is niet of je alles in detail snapt, want dat is nooit zo. Precies. Het is een kwestie van vertrouwen. Wie spreek je het meest aan en wie heb je vertrouwen? Als dat geschonden wordt, dan kies je de volgende keer niet meer op die partij. En dat is verantwoording. En dat legt wat druk ook op degene die je gekozen hebt. En de vraag is dan, die verkiezingen, doe je dat via een waterschapsbestuur zoals nu? Ja, omdat water heel belangrijk is en dan wil je een apart orgaan hebben die zich alleen met water bezighoudt. Dat is een van de sterkste argumenten voor het waterschap, met eigen financiering. Of vind je dat het de verantwoording toch een beetje lastig wordt als je ook gemeente, provincie, Europees, nationale waterschappen. Vind je dat dat beter thuis kan bij een ander orgaan die ook andere taken heeft die op het watergebied. Dat je dat dan wat meer samenbrengt. Dat is de keus. Niet verkiezingen ja of nee. Die heb je volgens mij altijd nodig. Maar doe je dat, stop je water apart bij waterschappen zoals hier. Of breng je dat bestuurlijk onder bij een ander orgaan met ook andere taken? U had het net over verantwoording. Maar dat is eigenlijk een beetje wat ik mis bij de waterschappen. Dat het heel lastig is om te vinden wat waterschappen doen nou eigenlijk. En dat ze eigenlijk bijna geen verantwoording afleggen. Nou ja, dat is het niet probleem. Naar de burger in ieder geval. Ja, verantwoording afleggen. Er is natuurlijk informatie van het waterschap, van al het goede werk wat ze doen. De notulen van alle vergaderingen staan op internet. In theorie kan het wel, maar er wordt in kranten niet veel over geschreven. Dus dat zou een argument zijn om het dan maar bestuurlijk onder te brengen bij een andere instantie. Maar daar staat het argument tegenover van, ja, misschien is het toch goed om aparte organisaties te hebben voor water met een eigen financiën. Dat in ieder geval niet vergeten wordt. Dat is het tegenargument. Ja, en de vraag is denk ik ook hoeveel meer journalistieke aandacht ervoor komt als je het waterbeleid onderbrengt bij een provincie. Ik weet niet of dat heel veel gaat helpen. Meneer Verdonschot, denkt u dat het handiger is om de waterschappen anders in te richten?
Ja, ik denk dat als je kijkt naar de complexiteit van de problemen, de globalisering en de breedte waarin dit thema zo langzamerhand terechtgekomen is, is er veel voor te zeggen om die waterschappen wel onder te brengen bij een andere organisatie. We maken tenslotte ook geen wegenschappen of we hebben wel recreatieschappen, maar die mogen we niet kiezen. We hebben allerlei schappen, we kunnen daar in detail gaan differentiëren of we kunnen een meer democratisch proces gaan volgen op hoger niveau, omdat de complexiteit van de problemen en de samenhang van die problemen ook veel groter geworden is. Waterschappen, ik heb het al eerder gezegd, zouden veel meer naar extern moeten, naar buiten moeten kijken, interacteren met andere belangen, interacteren met andere organisaties. En dat is niet alleen landbouw, dat is veel meer dan dat. En als ze dat zouden doen, dan plaatsen ze zichzelf ook in de wereld van nu. En ik denk dat met deze verkiezingen, met een zelfstandig orgaan, dat beperkend werkt om die openheid bloot te leggen. Het zou dus eigenlijk veel beter zijn als ze zich tot hun werkelijke taken beperkten. Meneer Verdonschot, sinds de waterschappen zijn opgericht, 3500 waterschappen, er worden er steeds minder. Eigenlijk is die schaalvergroting is al een beetje bezig, maar heeft het ook effect eigenlijk? Of? Ja, dat heeft zeker effect. We gaan naar 6 toe, we hebben er nog 23. Gaat dat door? Ja, dat gaat gewoon door. En tenminste, zover bestuurders dat toestaan. Maar dan komen we op een niveau dat het bijna provinciale organen worden. Alleen zijn ze dan hopelijk door waterstroom, dus door stroomgebiedsgrenzen bepaald. En niet door fictieve grenzen die wij geografisch maar aanleggen. Zodat ze als watereenheid kunnen gaan fungeren. Dan hebben we daar in ieder geval een grote winst. De tweede grote winst ervan is, nu zie je dat de nieuwst gefuseerde waterschappen zo groot geworden zijn dat ze gaan professionaliseren. En dat is iets waar ik heel erg voor pleit. En wat we dus ook zien gebeuren nu de omvang toeneemt. Anna Schutte, ben jij het mee eens met dat die schaalvergroting goed is voor de waterschappen? Nou, ik denk zeker wel dat daar wat in zit. Dat dat positieve effecten heeft. En het maakt mij in principe niet zo heel veel uit op welke schaal het gebeurt. Als het maar apart functioneert en als het op een grotere schaal beter functioneert en meer de samenwerking naar buiten toe zoekt, dan kan ik daar alleen maar voorstander van zijn. Oké, ik was wel benieuwd of het dan ook zo was dat die participatie zeg maar afneemt als de waterschappen groter worden. Als je vergelijkt met het verleden wel, toen we de 2500 hadden, waren de waterschappen van 100 hectare en dan kenden alle ingelanden, kenden de bestuurders, dat waren ze zelf. Maar nu zijn ze al zo groot. Ze hebben nu gemiddeld de omvang van een halve provincie. En of het nou een halve of een hele provincie is, in allebei de gevallen moet je dat organiseren op meer op lokaal niveau. Dus dat is niet meer het grote verschil. Meneer? Daarbij geldt dat als je dus een waterschap bent, dan heb je een watergangsonderhoudtaken. Zo. Dus je zult altijd lokale onderdelen hebben van je organisatie die heel dicht bij de mensen in het gebied zelf staan. Dus als je daarmee juist die vrienden van die watergangen zou kunnen creëren, dan zou dat de omvang van de organisatie geen invloed hebben op de wijze waarop je functioneert in het maatschappelijke gebeuren. Dus het is veel belangrijker om de mensen naar het water te brengen dan het water naar die mensen te brengen. Nou, met deze noot zou ik graag de Better Break van vandaag willen afsluiten. Volgende maand is er weer een Better Break met een wat meer technologisch thema. Onder andere de filterbubbel en de filterbubbel? Ja, het filterbubbel gaat over wat je allemaal binnenkrijgt van nieuws. Dat het bepaald wordt door de manier waarop jij surft online. Wat krijg je allemaal binnen? Je leest alleen de berichten eigenlijk die bij jou horen. In jouw gebiedje, in jouw straatje passen. En is dat nou kwalijk of niet? Daar gaan we volgens mij over praten. Volgende maand. Maar nog even een bedankje aan de sprekers. Dank u wel voor uw komst en tot volgende maand.